Wanneer u het huisdierluik in glas monteert, is hiervoor een rond gat met een doorsnede van 300 mm vereist. Als er nog geen gat in uw raam beschikbaar is, neemt u hiervoor contact op met een professionele glaszetter. Monteert u het huisdierluik in een enkele ruit van niet gehard glas, dan kan een glaszetter het gat waarschijnlijk ter plaatse snijden. Als u het huisdierluik echter in een raam met dubbele of driedubbele beglazing wilt plaatsen, is een nieuwe afgesloten eenheid vereist. Dit kan een glaszetter of monteur van huisdierluiken voor u doen. Wanneer u een eenheid met dubbele of driedubbele beglazing vervangt, moet de glaszetter een niet-metalen afstandhouder rond het gat voor het huisdierluik gebruiken. Dit is belangrijk omdat het gebruik van een metalen afstandhouder rond het gat het leesbereik van het huisdierluik vermindert en zijn prestaties verlaagt. Om de positie van het gat in het stuk glas te berekenen, moet u eerst de afstand vanaf de buik van uw huisdier tot de vloer meten. Voeg 120 mm aan deze afmeting toe. Dit punt is het midden van het gat. Zorg dat dit tenminste 200 mm van de onderkant van het raamkozijn verwijderd is, zodat er genoeg ruimte is voor de montageadapter. De montageadapter van het huisdierluik is vereist voor alle montages in glas. Er zijn twee montageadapters in elke verpakking inbegrepen, één voor binnen en één voor buiten. Voordat u het huisdierluik plaatst, moet u al uw huisdieren in het geheugen programmeren, zodat al hun microchips of penningen betrouwbaar worden gelezen. Nu kunt u het huisdierluik plaatsen. Het is raadzaam u door iemand in huis te laten helpen bij de montage. Breng eerst een rups van waterdichte kit aan op beide montageadapters. Terwijl uw assistent het huisdierluik met de tunnel omhoog vasthoudt, plaatst u een van de twee adapters over de tunnel met de kit omhoog gericht. Schuif vanuit het huis de tunnel door het gat en druk deze stevig tegen het glas, zodat de kit goed wordt samengeperst. Pak buiten de tweede adapter en schuif die over de tunnel met de kit aan de raamkant. Schuif daarna het buitenframe over de tunnel en bevestig het huisdierluik met schroeven van de juiste lengte. Neem de middelgrote schroeven voor standaardruiten met dubbele beglazing en de kleinste schroeven voor enkelglas. Plaats alle vier de schroeven voordat u ze met een handschroevendraaier vastdraait. Gebruik geen elektrische schroevendraaier, want dan kunt u de kooimoeren per ongeluk breken. Plaats tenslotte de schroefdopjes. De uitsparing in het schroefdopje moet van de tunnel zijn afgewend, zoals wordt weergegeven. huistierluik is nu klaar voor gebruik. Als u meer informatie wilt over de functies van het huisdierlijk, zoals hoe u de vergrendelingstimer voor de tijdbeperkingsmodus kunt programmeren, bekijk dan onze video Aan de slag.